Hey, welkom allemaal bij Esnet. Sorry. Nee, dit gaat. Oké, dit is wel genoeg. Nee. Laat het er gewoon in. Hij wou dus zeggen: welkom bij Esnet. Ja, maar wat zei ik nou? Ik zei: welkom. Ik zei niet bij. Ik zei: welkom bij Esnet. Welkom bij Esnet. Oké. Okay. Alsof we tegen Esnet praten. Nee, jongens, welkom bij Esnet. Nou, leuk dat jullie kijken en wij hebben voor jullie weer een nieuwe weetjes. Roy, kom maar op met je weetjes. Ja, wij gaan naar de allereerste. Weetje nummer 1. Gaat over kippen. Altijd leuk. Oké. Okay. Nou, kippen. Wisten jullie dat de linkerbil van een kip is zachter dan de rechterbil van een kip? Hé, de linkerbil is zachter? Wat? Ja. Hoe kom je hierbij? Kippen gebruiken namelijk hun rechterpoot vaker en daardoor zijn de spieren sterker ontwikkeld. Oh, oké. Okay. Ja, daar zit wel zeker wel wat in. Ja. Ja. Dus waarschijnlijk, omdat ze hun rechterpoot meer gebruiken, is die meer in beweging. Dus wordt die daar sterker. Dus automatisch zijn bil ook, omdat die daarmee in verbinding staat. Ja, maar dat is hetzelfde als bij ons. Kijk, de meeste van jullie en wij. Ik bedoel, ben jij rechts, ben je links? Rechts. Ja, zie je, dat bedoel ik al. Bijna iedereen is rechts. Ja. En ik denk ook dat, ik heb zelf ook het gevoel dat deze arm veel sterker is dan deze. Ja. Ja. Alleen het verschil is, heb je dat ook met je benen? Heb jij af en toe het gevoel dat je meer steunt op je rechterbeen wanneer je loopt dan op je linker? Volgens mij hebben we dat niet zozeer. En dat hebben kippen dus wel. Ja oké. Okay. Ja. Grappig. Oké. Okay. Nou, volgende. Die komt van hier. Juist. Oké. Okay. Dit is een hele leuke, want welk dier wordt het oudst? Weet jij welk dier het oud wordt? Weten jullie dat? Ik weet dat sowieso schildpadden worden heel oud. Ja, dat is ook zeker waar. Ja, absoluut. Maar het is denk ik geen schildpadden, hoeveel? Nee, ik ga het jullie zeggen. Het is de glasspons. Glasspons? Ja, de glasspons. Dat is dus een dier. Daar maak ik mijn auto mee schoon. Oké. Okay. Ik ga het even snel uitleggen. De leeftijd van sponsen is moeilijk te bepalen. Maar loopt in de eeuwen. Dus die beesten die bestaan al zo ontiegelijk lang. Dus in 1986 werd in de Oost-Chinese Zee een glasspons gevonden van zo'n 2 meter lang. Aan de hand van zijn skelet, dat noem je silica, dat is glas, werd later de leeftijd bepaald. Dus net zoals bij jaringen in een boom, dat hebben die beesten dus ook. Dus daardoor kan je dus zien hoe oud dat beest is, mm-hmm. De glasspons. Ook bij mosselsoorten, schelpen, kun je ook zien hoe oud ze zijn. Maar ja, dit dier, deze glasspons die ze dus hebben ontdekt in de Oost-Chinese Zee. Ja. Ja, want hier komt het. Bleek dus 11.000 jaar oud te zijn. 11.000 jaar. Oeh. Zo. Ja, heftig, hè? Mm-hmm. Nou, ik moet er wel heel even bij zeggen of ik het zelf geloof. Nou, ik geloof het eigenlijk niet echt. Maar dan heb je nog, er is nog een beest ontdekt in, wat was dat, IJsland, dacht ik. IJsland of Finland, volgens mij IJsland. Maar dat beest dat is dus 507 jaar. Okay. En dat is een mosselsoort. Ja. Yeah. Dus dat vond ik wel geloofwaardig. Misschien wel grappig om inderdaad eens achter te komen of het inderdaad echt waar is, want ja, ik ben zelf inderdaad ook nog niet helemaal overtuigd, maar wie weet. Wie goed, weet. We gaan lekker naar jouw weetje toe. Ja, dit is weetje nummer 2. Er bestaat, in de wereld bestaat er kleefrijs. Dat is gewoon, de naam zegt het al, gewoon rijst dat heel erg kleeft. Maar waar denk je dat dit onder andere voor gebruikt is? Kleefrijst. Voor een bepaald iets, een ding, gebouw. Nou. Het is voor iets gebruikt? Ja.
Ik zal het namelijk zeggen. Ik zou het echt niet weten hoor. Het cement dat gebruikt is om de stenen van de grote muur, oftewel de Chinese muur, de lange Chinese muur, bij elkaar te houden, is gemixt met kleefrijst. Okay. Oftewel het bekende sticky rice, op zijn Engels gezegd. Ja. Ja, ja. Mede door deze kleefrijst staat de muur dus al zo lang, zo stevig. Ja, ze hebben eigenlijk gewoon... de muur bestaat uit stenen en in plaats van gewoon cement hebben ze dus eigenlijk gewoon kleefrijst gebruikt. Oké. Okay. En mede hierdoor staat hij dus al zo lang zo stevig. Grappig. Ja, wel grappig om te weten. Ja. Nou, dat zijn nog wel eens leuke weetjes, jongens. Ja. Top. Nou. En dan heb ik ook weer een weetje. En dat is ook een hele leuke. Wat is verboden in Nederland? Wat niet? Ja, wat niet. De laatste tijd mag je blij zijn als je mag ademhalen. Ja, je mag dus echt helemaal niks. Nee, dat klopt. Oeh, ja, dat is een moeilijke vraag, want er mogen zoveel dingen niet. Ja. Verboden. Ja, als ik echt moet... Zou ik het gewoon zeggen? Ja. Ja, zou ik gewoon even... Het zou me echt niet zo 1, 2, 3 te binnen schieten. Nee, nee. Deze regels gelden voor het hele land. Nee. Alleen het verschilt per gemeente. Ja. Hoe streng hierop gehandhaafd wordt. Ja. Dus wat ik nu ga vertellen, dat verschilt per gemeente. Maar het geldt dus wel eigenlijk over het hele land. Alleen bij de ene gemeente is het strenger dan de andere gemeente. Mm-hmm. En het eerste is blaffende honden. Ja. Okay. Dat is dus verboden. Dus okay. Bowie, hoor je dat? Jij mag niet blaffen. Ja. En al helemaal niet in Rotterdam. Als jullie in sommige video's van ons hebben gezien dat hij blaft, eigenlijk had hij hier al niet meer mogen zitten. Nee. Maar dat geldt dus eigenlijk voor Rotterdam. Daar wordt het heel erg streng gehandhaafd. Ja. Oké. Okay. Oké, dan hebben we bedelende zwervers. Dat is ook verboden hier in het land. Je mag gewoon niet bedelen. Hmm. Maar... daar in Groningen wordt daar strenger op gehandhaafd dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Hmm. Dan hebben we nog. Straatmuzikanten mogen niet langer dan een half uur op één dezelfde plek blijven staan. En als ze dat wel doen, dan krijgen ze een boete. Tjoe. En dat is wederom weer in Groningen. Ga nooit naar Groningen. Dan hebben we... Sorry voor de mensen die uit Groningen komen. Mijn moeder komt uit Groningen. Sorry tegen de moeder van Rien. Ja. Zo bedoelde ik het niet. Nee, maar goed. Ik heb er nog een paar. Okay. Naar binnen gluren is ook verboden. Dus ik heb hiernaast een raam. Dus als iemand hier naar binnen gluurt, bijvoorbeeld mijn onderbuurman, dan mag ik in feite de politie bellen van ik vind het niet leuk dat mijn onderbuurman naar binnen staat te gluren. Mm. Ja. Dat is gewoon verboden. Oké. Vliegverbod voor duiven. Hey, dat is een lullige. Duiven horen te vliegen, kom op. Ja. Ja, ik vind hem heel erg lullig. Maar... verbod voor duiven, hoe ga je dat in godsnaam tegen? Ja, maar ja, het is toch echt zo. En dat is in de gemeente, of tenminste, Lelystad en Urk. Ja, ik kijk nergens meer van op in ons land. Hey. Dus ik geloof het wel, maar ja, hoe wil je het tegen gaan? Wil je elke duif in de gaten houden? Wil je zijn vleugels eraf knippen? Goed, we gaan er niet verder op in. Nee. Picknick of feestjes op bepaalde plekken, zoals parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken. Dat mag niet. Je mag op heel veel verschillende plekken niet picknicken of een feestje bouwen. En... nee, ik had er niet bij neergezet op welke plaats. Dit is gewoon over het hele land. Ja. Over het hele land, je hebt bepaalde plekken. Kijk ermee uit. Dan denk je van, ik ga even gezellig lekker met mijn vriendin picknicken. Kijk ermee uit. Dus. Oké. Fiets parkeren op terrein van een eigenaar. Nou ja, dat klinkt heel logisch. Maar wat wel veel mensen doen, die denken van, hey, ik zie daar een, hoe noem je dat ook weer, voor het huis, hoe noem je dat ook weer? Waar je fiets tegenaan kan zetten. Fietsenrek.
Nee, geen fietsenrek. Heel veel mensen hebben voor hun huis, zeg maar, een... Nou, daar kan je je fiets... Ik weet niet hoe je dat noemt, maar... Daar kan je je fiets tegen aanzetten. Dat mag je niet doen. Dus. Oké. Okay. Ja. Ik zal alles houden. Ja. Ja. En dan hebben we... Heel veel verboden hier. Ja. Ik heb er nog, even kijken, sprokkelverbod. Nee. Ik heb nog drie. Okay. Nog drie verboden dingen in het land. Mm-hmm. Sprokkelverbod in het bos. Dat houdt dus in dat je geen champignons mag plukken. Eigenlijk helemaal niks. Je mag helemaal niks. Je mag niks uit het bos meenemen. Mm-hmm. Dus ook zelfs geen eikeltje die op de grond ligt. Dus ben je met je kinderen lekker in het bos en je kind is eikeltjes aan het verzamelen. Als je een boswachter tegenkomt, kun je daar echt een bekeuring voor krijgen. Oké. Okay. Lopen met een metaaldetector. Dat mag ook niet. Ah. Ja, lopen met een metaaldetector mag jammer. Niet. En waarom mag dat niet? Omdat de overheid is bang dat degene met een metaaldetector dingen kunnen vinden die heel waardevol zijn. Een, hoe noem je dat nou? Een bepaald stuk. Erfstuk. Van vroeger. Nee, je... erfstukken. Nee, geen erfstukken. Ja, dat kan ook. Je kan ook erfstukken vinden, inderdaad. Maar bijvoorbeeld iets wat gevonden wordt wat vroeger van de koningin is geweest, bijvoorbeeld. Ja, historische waarden. Ja, precies. Ja, dat woord. Okay. Historische dingen. Ja. Ja. Nee, precies. En als allerlaatste, wat absoluut niet mag, is stoepkrijten. Dat mag niet. Tenminste... Het mag wel, maar in feite, ja, dit geldt eigenlijk voor Flevoland. Als je daar gaat stoepkrijten, ja, dan heb je als ouders zijnde gewoon een probleem. Hmm. Dan krijg je een dikke bekeuring. Oké. Okay. Nou, dat was dat. Dus over naar jouw ja. Beetje. Dan, is dit mijn laatste. Ja. En die gaat als volgt. Gaat over speeksel. Oké. Okay. Ja. Speeksel. Ja. Een gemiddeld persoon zou in zijn leven bijna 25.000 liter speeksel produceren gedurende zijn leven. 25.000 liter is genoeg, en dat is een vergelijking, je kan natuurlijk meerdere maken, en dat is genoeg om 2 volledige zwembaden te vullen. Oh. Dus ja. Kan je lekker in zwemmen. Ja, heerlijk. En met al die restjes die er nog in zitten. Ah, bah. Ja. Ja, we willen dat ons toch liever niet voorstellen. Want dan krijg je gewoon een speekselzwembad. Lekker. Ja. Ja. Ik zou het niet doen. Nee. 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 Nou, Rien. Volgende. Ja, die laatste van jou was echt goor. Bah. Ja. Nee, het goed. Is wel zo. Hier komt de laatste en dan gaan we afsluiten. Wat is de giftigste plant ter wereld? Wat is de giftigste plant ter wereld? Nee, kan je ook niet weten. Dat is maar net... Ja, ik bedoel, ik vind die... Ja, er komt wel 1 of 2 dingen in me op, maar dat is het sowieso niet. Nee, want het is de wonderboom. Oh. Dus, alle delen van de plant zijn giftig. Alle delen. Dus ik zou er zelfs nog eens aan denken om die boom aan te raken. Want stel je voor dat je het in je mond krijgt. Ik ga je vertellen waarom. De vruchten van de boom bevatten het gif ricine. En daar hoef je maar 1 milligram van in je mond te krijgen. En dan kan een mens aan sterven. Dan kan je gewoon aan doodgaan. Ja. Dus ze hebben het hier wel over de vruchten van de boom. De boom. Maar alle delen van de boom zijn giftig. Hmm. Dus als je hem tegenkomt en je weet dat het de giftigste boom is... Ja, raak hem dan gewoon lekker niet aan. Want stel je voor dat je je vinger in je mond doet. En je wordt dood en dood ziek. Ja. Wat kan leiden tot
Een sterfgeval. En dat wil je niet. Ja, het klinkt zo, zo vriendelijk, zo'n wonderboom. Het klinkt... Juist zo vredig. Ja, ja. Maar dat zijn juist de giftigste dingen. Net zoals, ja. Net zoals de kikkers. Die echt zo mooi, die echt prachtig uitzien. Zo mooi fel gekleurd. Ja. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde liedje van... Kijk jongens, kijk hoe fel ik ben. Pas op. Maar ja, als een mens dat niet weet, kan je ook denken... Oh, wat is die mooi. Die ga ik even pakken. Die ga ik even grijpen. Nee, maar goed jongens, we gaan afsluiten. Ja, dit was hem weer. Hoop dat jullie hier wat mee zijn opgeschoten met deze interessante weetjes. Wij zelf in ieder geval wel, denk ik. Ja. Check ook nog even onze Twitter en Insta's uit. Deze staan allemaal in de beschrijving. En like en abonneer. En like en abonneer. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Ja. Dus dan zeggen wij tot de volgende video. Haha, jij dacht dat ik video ging zeggen, hè? Lekker niet. Nee. Nou, toedeloe. Later. Doei.